Hoi jongens en meisjes, vandaag gaan we les 6 doornemen van het thema staatsinrichting. En we gaan het hebben over debatteren. Nou, wat is debatteren? Debatteren betekent dat je een openbare discussie voert. Het gaat erom dat je zo overtuigend mogelijk een stelling verdedigt of aanvalt. Dus je bent voor een stelling of je bent tegen een stelling. Argumenteren en presenteren spelen hierbij een belangrijke rol. Je moet natuurlijk goede argumenten hebben waarom jij voor een stelling bent of tegen een stelling bent. En presenteren is belangrijk omdat je het goed moet kunnen uitleggen voor een grote groep. Nou, normaal gesproken zouden wij gaan debatteren in de klas, maar door de lockdown gaat dat helaas niet. Nou gaan we het volgende doen. We gaan kijken naar een debat en dan moet je naar het linkje gaan die hier in de PowerPoint staat. Dan ga je een beetje doorspoelen naar 1 minuut 16 en dan kijk je tot 10 minuut 30. Je gaat een debat zien en daarover krijg je ook vragen. Nou. Aan de slag, je gaat het werkblad maken van les 6 debatteren, maar kijk hiervoor eerst echt het filmpje. Heel veel succes en groetjes van mij. Doei doei!